Ja, cool. Wat met de rug nou? Hoe lang blij je? Ik blij nu, dat is mijn 5 jaar dat ik zo blij. Toen was ik kom blij, toen was ik klaar op die plaats. Nou, van laatste jaar af, toen werd ik klaar afgesneden. En tot op nu nog, toen was ik klaar hier, was ik zakken nu nog met klaar. Ja. Maar duidelijk voor mij niet de situatie, jullie werk, jij werkt op één plaats, maar je blijft op een andere plaats. Als hier is zo, ik werk bij EFT Thompson, Sally Thompson, Nai, en die boer, er is aan de meer, hij heeft perceels. Hij heeft omgevraagd als ik kan gooien hier, dus hij, alles was recht. Alles was recht, maar die was kracht. Kracht is alles in ons leed. Het hospitaal hier, 400 rand. Elke voortdag is 800 rand een maand bij het hospitaal. Nou, en toen heeft hij die kracht afgesneden. Dat is nu 2 jaar dat hij zo in de kracht zit. En wat is de reden dat hij die kracht afgesneden? De reden waarom hij die kracht afgesneden, dat hij van die mensen heeft die betaald en dat hij het moest nog niet werken. Dat was nog net alles wat werk wat hij kon betalen. En tot nu toe. Zo, so, maar jij ziet niet het geld. He. Die geld wordt direct van die plaats waar je werkt. Dat hij eigenaar betaalt hier, ja, dat wijst niet aan ons payslip wat hij het aan. Dat hij 400 van Jacob ook niet aftrekt. Ja. Zo, die reden zei hij is omdat sommige mensen niet werken, ja, en anders werken. Ja. Nou, wat een impact heeft dat op jou? Dat hij die kracht heeft? Ja, dat is zwaar dat als ik kracht heeft, maar als ik Jacob niet betaal, dat is bijna zwaar om mij. Want je betaalt nu alles en alles wat water, kraal en huis. Mm. En hier is toilet en niks. En als we een toilet gebruiken, dan moeten we beter in het bos. En als we vrouwen zijn, dan willen we klinken. Voor de afgelopen hoeveel jaar is het dan zo dat jij niet blijft? Ik blijf 5 jaar hier, zo, dat is 2 jaar wat ooit mijn zoon in de kracht zit. Maar toen jullie intrekken, was er geen toilet? Geen toilet tot nu nog toe. Hoe laat het jou voelen dat jullie in zo'n situatie woont? Het is bijna hard hier om zo te blijven. Maar waar anders kan ons nou nog gaan verwerken. Ja. Dat is bijna zwaar om nou te lossen en aan de weg te gaan. Dat is bijna zwaar. Dat is bijna hard hier. Ik wil veel vragen je situatie. Met wie woon je hier zo? Met mijn meisje. Ze is al daar het deel. En op uw ogenblik is ze zwanger? Ze is zwanger, ja. Ze vertel net voor mij een beetje van dat ze is nou zwanger, hoeveel maanden ze is zwanger en zij gaan naar die baba. Zij maakt nou, augustus maand maakt ze klaar, maar dan willen van die babieke het hartprobleem binnen wat er was nee, dat die babieke eet al. En zij trouwens zei, ze gaan niet compleet, dat willen we nog niet graag zien. En dan is wij hartje waar ook. En we ons altijd, dat willen we ons babieke. En zo aan te gaan. Zo, hoe laat hij je voelen dat jij nou alleen niet gaat blijven? Als ik al bij je hartje om nou weer die weg te los, waar gaan we nou weer werken? Dat willen we niet kunnen proberen. En jij wil werken omdat jij nou een babiekje gaat eten? Ja, alles kost betaald.